Ben je al eens beschuldigd van gek te zijn terwijl dat niet zo was? En dat terwijl het enige wat je wou doen was het helpen van je baby die voortdurend pijn had? Als mensen je krankzinnig noemen zonder de omstandigheden te begrijpen, kan dat je naar de rand van de afgrond duwen. Dit is wat Gustavo en Sofia overkwam. Ga met ons mee op deze pijnlijke reis als we ontdekken wat tot deze beschuldigingen leidde, waarbij Sofia uitgemaakt werd voor ongeschikte moeder. Over de hele wereld proberen koppels zwanger te raken. Dit is zo'n natuurlijk proces dat mensen zich zelden voorbereiden op het onverwachte. Ze verwachten ook zelden dat de zwangerschap, de geboorte of het kind anders dan normaal zal verlopen. Voor Gustavo en Sofia was het niet gemakkelijk om zwanger te raken. Ze probeerden het vele jaren. Ze wisselden tussen momenten van hoop, gevolgd door wanhoop, maar ze wilden nog een lid aan hun gezin toevoegen. Toen Sofia een paar maanden in 2019 eindelijk zwanger werd, waren het stel en de uitgebreide familie opgetogen. Zoals de meeste ouders bereidden Gustavo en Sofia zich in de volgende 9 maanden voor op de komst van de baby. Sofia zorgde goed voor zichzelf nu ze eindelijk zwanger was en ze wilde niets doen om de zwangerschap of de gezondheid van haar baby in gevaar te brengen. Haar grootste levensdoel was moeder worden. De dag brak eindelijk aan en een mooie gezonde jongen, Miguelito genaamd, werd geboren. Alles verliep vlot bij de geboorte. De dingen waren gewoon perfect, of dat dacht het gezin tenminste. Na een paar dagen namen ze hem mee naar huis, klaar om hun leven samen te beginnen. Het was warm. Miguelito kreeg een lichte uitslag op zijn wangen, wat de ouders normaal vonden voor de tijd van het jaar. Ze waren het huis aan het inrichten, zich bewust van het feit dat een nieuwe baby enkele veranderingen in hun normale routine zou brengen. Ze waren bereid die veranderingen door te voeren, maar nooit in hun bangste dromen hadden ze beseft dat hun leven na de geboorte van hun zoon een draai van 180 graden zou nemen. Wat begon als een normale roodachtige uitslag op de wangen van de baby nam al snel toe. De baby huilde voortdurend, wat het de ouders moeilijk maakte het hoofd kalm te houden. Ze voelden zich beide radeloos, wanhopig om het ongemak en de pijn voor Miguelito te verlichten. Gustavo en Sofia brachten hem onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde pediater. Gelukkig kon de specialist de aandoening diagnosticeren als atopische dermatitis. Dit is een heel gewone, niet zo ernstige huidkwaal die voorkomt bij baby's in het eerste jaar van hun leven. Het kan gemakkelijk behandeld worden met een geneesmiddel op basis van steroïden. Daarom schreef de dokter een dure crème tegen dermatitis voor. Hoewel de ouders zich deze wondercrème nauwelijks konden veroorloven, zouden ze elke offer brengen dat nodig was om het ongemak en de pijn van hun kind te helpen verlichten. Het kostte wat moeite, maar ze verzamelden het geld dat nodig was om de crème te betalen. Zodra ze thuis waren, brachten ze de crème royaal aan op het lichaam van Miguelito. Ze konden zien dat het enige verlichting bracht, hoewel de roodheid niet helemaal verdween. De baby huilde wel minder. Ze hoefden de crème alleen maar te blijven gebruiken en het lichaam van hun baby zou genezen. Ze verheugden zich erop een gezond jongetje te hebben om te knuffelen en te vertroetelen. Ze voelden dat het pijn deed toen ze hem oppakten, maar geen enkele ouder kan de drang weerstaan om een kind te knuffelen en lief te hebben. De volgende maand brachten ze gehoorzaam de crème aan tot het helemaal op was. Er was hoop. Maar zodra de ouders stopten met het aanbrengen van de crème, kwam de aandoening terug, ditmaal krachtiger. Het gezicht van Miguelito was rood en gezwollen en hij huilde de hele tijd. Iedereen kon zien dat dit kind zoveel pijn en ongemak had. De ouders voelden zich hulpeloos en wisten niet wat ze nu moesten doen. Was er niemand die hen kon helpen? Intussen keerde Sofia steeds terug naar het ziekenhuis, smekend om hulp van de dokters. Miguelito was gezwollen en zag eruit als een rode tomaat. Je gelooft niet wat de volgende diagnose was. Een dokter zei dat het een vorm van schurft was die aan de baby was blijven kleven door contact met een ziek familielid. Gustavo en Sofia waren voorzichtig toen ze de huilende baby oppakten. Zij waren degene die hem het meest hanteerde. Nu werden ze ervan beschuldigd verwaarlozend te zijn door een zieke toe te staan een tere baby te hanteren. Sofia voelde zich erg schuldig, hoewel ze diep in haar hart wist dat ze alles deed wat ze kon om haar zoon te helpen. Daardoor werd Gustavo nog beschermender voor zijn zoon. Tegen die tijd stonden ze, behalve de twee ouders, alleen toe dat de dokter Miguelito vastnam. De enige optie was door te gaan met de dure medicijnen. Op het moment dat ze ermee stopten, werd de dermatitis erger. Uit wanhoop begon Sofia op het internet naar antwoorden te zoeken. De dokters leverden er geen en ze moest iets doen. Ze vond een instructievideo over een huismiddeltje dat het ongemak en de pijn kon verlichten. De video stelde een gek, onconventioneel huismiddeltje voor waarbij je het kind in een medisch gaas wikkelt.
Na het klaarmaken van een lauw bad dompel je baby een uur lang tot aan de nek in het water. Sophia had geen badkuip, dus gebruikte ze de gootsteen in de keuken. Ze wikkelde Miguelito in wat dekens en dompelde hem onder het water. Net zoals de instructievideo beloofde, gaf dit de gewenste verlichting en haar baby hield op met huilen. Hoewel deze onconventionele praktijk enige verlichting gaf, zochten de ouders nog steeds een meer permanente oplossing. Ze begrepen niet waarom er geen logische verklaring voor de aandoening was en waarom de conventionele geneeskunde geen verschil maakte. Ze waren wanhopig op zoek naar antwoorden. Als laatste redmiddel besloot Sophia foto's van de baby op sociale media te zetten om advies te vragen of soortgelijke ervaring met ongeneeslijke dermatitis te delen. Op haar Facebookpagina deelde ze haar wanhopige benarde situatie. En die klonk als volgt. We zijn een gezin uit de middenklasse zonder veel geld en hebben dringend hulp nodig voor onze zoon. We hebben al ons geld al uitgegeven aan behandelingen die onze zoon niet genezen. Na meer dan 15 pediaters te bezoeken zijn we volledig bankroet en niet dichter bij een oplossing. Wat daarna gebeurde veranderde alles. Het bericht van Sophia, waarop Miguelito in gaas gewikkeld is en met stromend water in de gootsteen ligt, ging viraal. Sommige mensen waren geschokt, maar er begonnen ook ongevoelige opmerkingen op te duiken. Al snel werden de oorspronkelijke beelden bewerkt en totaal uit hun verband gerukt opnieuw gepost. Het verhaal werd verdraaid om Sophia af te schilderen als een gekke moeder die deze vreemde methode gebruikte om haar ongehoorzame kind te straffen. Sommige commentaren waren uiterst kwetsend. De wanhopige situatie van een moeder werd tot een grap herleid. Andere mensen die de aangepaste berichten zagen waren geschokt en beschuldigden Gustavo en Sophia van kindermishandeling. Dit wekte de belangstelling van de sociale dienst die alle beschuldigingen van verwaarlozing en misbruik moest onderzoeken. Alsof het nog niet genoeg was om voor dit zieke kind te zorgen, moesten de ouders zich nu ook nog voor de rechter verdedigen. Het was een grote opluchting toen ze hun onschuld konden bewijzen en de voogdij over hun zoon konden behouden. Ondanks dat ze de rechtszaak wonnen, werd de reputatie van de ouders overal in de sociale media aangetast. Ze werden afgeschilderd als twee gekke mensen en niemand nam de moeite dit te corrigeren. Hierdoor raakte Sophia in een diepe depressie. Ze kon de reactie van de wereld op haar wanhopige omstandigheden niet begrijpen. Het enige wat ze deed was steun zoeken en nu werd ze er ten onrechte van beschuldigd een vreselijke ouder te zijn. Op de rand van een totale inzinking was Sophia op het punt gekomen om gewoon elke foto en elk bericht op de sociale media te wissen. Het was alleen haar liefde voor haar man en kind die haar op de been hield. Op dit cruciale moment verscheen een lichtpuntje aan de horizon. Ze ontving een privébericht in haar inbox van een Amerikaanse dokter. Hij beweerde dat hij de toestand van haar zoon begreep door alleen maar naar de beelden te kijken. Als ze wilde dat Miguelito zou genezen, moesten ze onmiddellijk contact met hem opnemen. Die dokter was de beroemde Dr. Jordan Smith, een gerenommeerd dermatoloog die zijn eigen televisieshow had waarin hij mensen met zeldzame, ongeneeslijke ziekten hielp. Dr. Smith pikte het verhaal op dankzij de sociale media. Wat eigenlijk als een schandalig verhaal verteld werd, trok zijn aandacht. Hij herkende onmiddellijk de aandoening die Miguelito had, maar hij moest de diagnose verifiëren. Hij wist dat hij het leven van het kind kon redden. Toen de dokter de financiële situatie van de familie achterhaalde, koos hij ervoor onbaatzuchtig te handelen en de kosten voor de familie om naar Los Angeles te komen te betalen. Hij sloot meteen schurft of dermatitis uit. De baby leed aan een allergische reactie op steroïdehoudende crèmes. Al het lijden was geenszins de schuld van de ouders, maar het kon wel op het konto van de dokters worden geschreven die de diagnose van de baby niet juist hadden gesteld. Ze schreven de verkeerde medicijnen voor, waardoor de toestand verergerde. Het gevolg was dat een onschuldige baby bijna om het leven kwam. Spoedig nadat een nieuw en doeltreffend medicijn gebruikt werd, begon de altijd aanwezige rode kleur op de huid van Miguelito te verdwijnen. De familie verscheen in de show van de dokter Jordan en legde hun volledige verhaal uit, waarbij ze uitlegde dat andere dokters voordien een verkeerde diagnose hadden gesteld. Gustavo, Sophia en baby Miguelito moesten een ondraaglijk lijden doorstaan. Miguelito leed in zijn lichaam, terwijl zijn ouders in hun hart leden. Eerst leden ze omdat ze hun jongen niet konden helpen. Later leden ze door incompetente dokters en tenslotte omdat mensen niet de moeite namen de feiten te achterhalen voor ze over de ouders oordeelden en onware verhalen verzonden die de ouders kwetsten. We kunnen allemaal van dit verhaal leren om niemand zomaar te veroordelen alvorens we de feiten kennen. Hoewel de mensen zich verontschuldigen voor hun reactie, konden ze het leed dat ze veroorzaakten niet terugnemen. Op welke manier heeft dit verhaal je ontroerd? Laat ons weten welke les je eruit geleerd hebt.